Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En jawel, kerstverlichting op het Lange Brugpad in Broek op Lange Dijk. Jawel, ze hebben het weer opgehangen. Het is november. Ja, en drankt hij verderop nog veel meer. Dan gaan we zo nog even kijken. Maar dit vond ik toch wel leuk om te beginnen. Dit pad ken ik trouwens al een tijdje. Want zo'n 23 jaar geleden stond ik hier ook al een keer. Alleen toen was ik met een heel andere scooter. Of een oude tweetakt, nog een echte kolenscooter. En stond ik hier ook al. En toen ging hier nog geen verlichting. En ik had ook nog geen camera mee en zo. En het was voor mij nog een tijd voor het internet. Het was er al wel, maar voor mij was het nog een tijd voor het internet. Ja. Ik had toen nog een 27 MC bakje in die tijd. Nou, dat is lang geleden, hè? Dan praat je echt over lang terug. Ja, en toen stond ik hier ook al. Alleen toen nog geen kerstlichtjes hier, nu wel. Ja, ja, zeker. Hartstikke leuk. En hierachter, daar brandt nog veel meer, dat zie je nou niet. Maar daar gaan we ook nog even kijken. Maar ik vond dit wel leuk om te beginnen. Hier op de hoek van het Lange Brugpad. Het is niet zo'n lang pad, maar toch heet het zo. Het Lange Brugpad. Nou ja, het is wel een kort pad, maar zo heet het. En die rest, dat is dus hier op de Dorpsstraat in Broek op Lange Dijk. Met dit mooie huis op de hoek. Met die prachtige boom ernaast. Wat is het toch weer prachtig verlicht ieder jaar dat huis. En hier hebben ze hier allemaal lichtjes opgehangen in de Dorpsstraat. En dat is een aardig stukje zo. Eens even kijken. Ja, wat ik al zei, het mag er weer zijn dit. En hier heb ik een stuk achter me. Ja, ze hebben het weer leuk gedaan hoor dit jaar. Ze doen het altijd voor 11 november al. Ja, want 11 november brandt het natuurlijk ook. Maar we zitten nu een week ervoor in ieder geval. En het brandt al hier ook. Ja, ze hebben hun best weer gedaan. Een heel mooi stuk. Dat eigenlijk aan twee kanten gemoet had, nog mooier geweest. Maar goed, één kant gaat ook zo. En dit is ook zo mooi, richting de kerk aan de Dorpsstraat. En hier gaat het verder. Ja, het is gewoon prachtig. Zeker weten. Elk jaar weer een mooi gezicht hier. Ja, en dan zeker straks op 11 november in met al die lampionnen erbij. Ja, we gaan ervan uit dat het er weer veel gaan worden. Maar dit is al mooi zo richting het kerkje. Zeker weten. Ja, en behalve de lampjes aan deze kant. En Priet ook nog eentje heel erg zijn best gedaan met een huis. Nou, het ziet er ook mooi uit. Zeker wel. En dit is het einde. Nou ja, vanaf deze kant het begin natuurlijk, als je vanaf deze kant komt. Maar het ziet er prachtig uit, zeker weten. Het mag er echt weer zijn, het geeft zulke mooie sfeer. Het is alleen een beetje jammer van die felle lantaarnpalen. Ik had eigenlijk even uitgemoeten, dan had het nog mooier geweest. Maar goed, zo is het ook mooi. Het is weer prachtig, het is weer mooi gelukt hier in de Dorpsstraat in Broek op Lange Dijk. En het is hem weer voor 11 november. Ja, ze zijn mooi ruim van tevoren. Ik dacht dat het was voor 11 november, maar nee, ze zitten mooi ruim van tevoren hier. Zeker weten. Het mag er weer zijn. Ja. Ja, en er gaat natuurlijk nog veel meer kerstverlichting komen. Hè? Zeker weten. Dus we gaan nog veel meer spotten binnenkort. Maar dit heb ik in ieder geval alvast gespot. En een stukje Lange Brugpad. Ik ga hem hier weer afsluiten. En ik ga zeggen, tot de volgende.